elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Eindhoven weet zelfs dat het bij winst hier in Volendam de tegenstander van vandaag kan passeren op de ranglijst. Maar Volendam begint uitstekend, want dit is Berestein. Paas naar Nick Dodeman en dan na 53 seconden al is het 1-0 voor de ploeg van Hans de Koning. Prima goal van Nick Dodeman, buitenkantje rechts. En Dodeman scoort nu 3 wedstrijden op rij voor Volendam. Volendam dat veel beter is in de eerste helft. En hier is opnieuw Nicky Dodeman. Nu een goede redding daar van Ruud Swinkels, ook in tweede instantie. Als Cas Peters dicht bij de 2-0 is. Volendam is de betere ploeg in de eerste helft. Maar in de tweede helft begint Volendam heel slecht. En met name Robin Schouten. Die laat zich hier aftroeven. En dan is het 1-1. Elton Kabangu. Hij scoort de gelijkmaker voor de ploeg van Nascimento. Slecht verdedigd. Goed afgemaakt. En dan is Volendam eigenlijk weer terug bij af. En Eindhoven komt zelfs hier op een 2-1 voorsprong. Voorzet Daniels. Prima kopballetje van Marcelo Lopez. Tussen twee man in. Dit gaat eigenlijk te makkelijk. En zo is Van Stappershoef opnieuw gepasseerd. En nog altijd in het eerste kwartier na rust wordt het zelfs 3-1. Wat een heerlijke goal zeg van Sammy Broeraar. De Belg Broeraar. Hij scoort 3-1 voor FC Eindhoven. Dat hij voor het laatst 4 jaar geleden won. Maar nu wint het opnieuw. En kijk eens wat een vreugde daar op de bank. Na de winst in Volendam.